Op 1 juli van dit jaar bestaat FC Utrecht 50 jaar. Om dat te vieren heb ik, Hugo Verkleij, een boek geschreven met daarin 50 verhalen over mensen die de club een gezicht hebben gegeven. 50 verhalen vanuit het hart. Het zijn allemaal verhalen van mensen die iets met de club hebben. Dus het zijn niet alleen maar spelers en trainers, maar ook de wasvrouw of de man die worst verkoopt. En het zijn echt verhalen waarin hun passie voor de club naar voren komt. Dus ze laten echt zien wat ze met de club hebben. En uit al die verhalen blijkt dat de club heel erg in het hart zit bij de mensen. Echt een gevoel is, ze staan ermee op en gaan met de club naar bed eigenlijk. Ja, dat zijn dus 50 mensen. Is er dan nu iets uit te pikken wat al die mensen verbindt, dat je denkt van nou, daarom staan zij allemaal stuk voor stuk in dit boek? Ja, allemaal mensen die de club ademen, gewoon dag en nacht ermee bezig zijn. Ik moet wel eens denken aan de wasvrouw, Jans heet zij, een hele bescheiden, rustige vrouw die elke dag om 6:15 op haar scooter stapt vanuit Sterrenwijk en naar de club toe rijdt om als eerste daar te zijn en alle kleding te gaan wassen, dag in dag uit. Maar niet zeuren, maar gewoon hard werken en bescheiden. En zo zie ik ook Utrecht een beetje voor me, als spelers die ook moeten strijden en moeten werken en gewoon normaal doen, normaal zijn. Ja, want zo'n verhaal als dit, dat weten ook niet veel mensen. Nee. Is dat ook een doel van het boek, dat je inderdaad het verhaal van de worsteman die iedereen ziet lopen, maar zijn verhaal niet kent, om dat te vertellen? Zeker, om die mensen een gezicht te geven, dat vind ik heel belangrijk, want die maken de club ook. Misschien nog wel meer dan een speler die 2 jaar speelt en een paar doelpunten maakt, is iemand die al 20 jaar op het achtergrond werkt of 40 jaar steward is, ook iemand die de club heel erg vormt. En dat wil ik graag laten zien met dit boek. Een van die gezichten is Koos van Tamelen. De beeldenaar is al vanaf 1976 betrokken bij FC Utrecht en heeft al heel wat functies bekleed binnen de club. Kijk, ik ben in 2000 bij FC Utrecht begonnen. In eerste instantie als part-time trainer bij de C-junioren. Vervolgens ben ik trainer geworden bij de B-junioren en tevens assistent hoofdopleidingen. Daarna ben ik daadwerkelijk hoofdopleidingen geworden. Dat heb ik 7 jaar gedaan. De functie die ik nu heb, dat is medewerker events. Ja, wat je misschien wel het belangrijkste wat je vergeet, je bent ooit begonnen als spits. Ja, dat klopt. Ik ben, dat is inderdaad eigenlijk wel het belangrijkste. En ook wel de leukste periode. Ja, dat was in 76. Toen ben ik hier bij FC Utrecht binnengekomen. In eerste instantie heb ik gevoetbald in het tweede elftal, dat heette toen het C-team. Als spits heb ik 1 jaar in gevoetbald. En vervolgens heb ik nog 7 jaar in de hoofdmacht gespeeld. Ook begonnen als spits, maar uiteindelijk omgeturnd tot rechtsback. 2 jaar geleden komt het al natuurlijk dichterbij. 1 jaar geleden komt het steeds dichterbij, dat jubileum. Wanneer kwam bij jullie het idee van we gaan een boek maken? Dat kwam natuurlijk al vrij snel. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld het 40 jaar bestaan gehad. En toen hadden we ook een boek, hè, 40 jaar FC Utrecht. Maar ja, we hadden zoiets van, ja, moet je dan hetzelfde doen? Want je hebt al een geschiedenis van 40 jaar. En moet je er dan bijvoorbeeld nog 10 jaar aan vastplakken? Nou, dat zagen we eigenlijk niet zitten. Omdat je dan eigenlijk al 40 jaar hetzelfde hebt. Hè, dus we wilden een ander boek. En vervolgens is bij ons het idee gekomen om inderdaad een hele andere kant op te gaan. En een boek te maken, 50 jaar FC Utrecht in 50 verhalen. Ik vertel graag verhalen van mensen. Ik heb hiervoor boeken geschreven over onder meer daklozen hier in de stad ook. Al het verhalen van mensen wil ik graag vertellen. En dat wilde ik nu dus ook doen. Dus 50 verhalen maken van mensen die de club hebben gevormd. Dan kan natuurlijk groot aandeelhouder Frans van Zeumeren niet ontbreken. 1 van de 50 verhalen die Hugo schreef gaat over hem. Over zijn band met de club FC Utrecht. Ik ben bij hem thuis geweest met de racefiets. Aan de keukentafel. Aan de keukentafel met zijn vrouw ook erbij. En een hele vriendelijke, warme man die heel erg de tijd nam voor me. Vertel eens hoe dat was, want dan rij je. Hij woont in een boerderij en dan rij je daarheen. Ja. Is dat anders dan dat je naar de wasvrouw rijdt? Heb je dan toch een apart gevoel als schrijver? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, ik schaamde me een beetje. Ik heb een racefiets en ik kwam er aan met mijn racefiets. En het was toen die dag heel erg koud. En ik kwam aan en ik zat volgens mij onder het dauw
En ik zag zo kijken dat ik dacht van wat, wie is dat? Maar nee, het is nu allemaal, het is gewoon een normale man. En je moet gewoon normaal tegen elkaar doen. Tegen Frans van Zeumeren of tegen de koning of een dakloze. Iedereen is voor mij gelijk. En dat, ja, dat vind ik heel belangrijk. Om zo met elkaar ook om te gaan. Frans van Zeumeren is natuurlijk, betekent een hele hoop voor een hele hoop Utrechters en ook voor de club. Ja. Wat kwam nou in het gesprek met hem naar voren? Ja, nou, eigenlijk gewoon dat het een normale man is. Hij zegt ook, ik ben gewoon een normale man. En ik wil ook dat mensen mij zo zien. En zo was hij ook. Zo kwam hij ook over, vond ik. Heel benaderbaar. Gewoon een normale man, zoals jij en ik. Maar dan wat vermogender. Maar wat is nou dat je zegt, van, nou, dat is een verhaal, dat is wel heel bijzonder. Dat kan ik wel even kwijt. Ik denk het verhaal van Nesu. De jongen die in 2011 op de training verlamd is geraakt. Ik sprak hem via Skype in Roemenië, waar hij nu natuurlijk waar die woont. En hij zei, het ongeluk heeft me heel veel gebracht. Juist een zegen voor me. Ik ben zoveel gelukkiger dan eerst. Hij zei dat zijn lichaam was eerst eigenlijk fit en zijn geest verlamd. En nu is het eigenlijk andersom. Hij is helemaal een ander mens geworden. Ja, dat vond ik echt mooi. Een hele sterke man. Vond ik mooi om te horen, zijn verhaal. Inspirerend. Merkte je bij hem ook nog de liefde voor FC Utrecht? Ja, hij volgde de club nog op de voet. Alle uitslagen en hij heeft veel nog contact met sommige spelers van toen. Dries Mertens volgens mij is vooral nog een goede vriend van hem. En hij komt af en toe nog hier naar de stad om te kijken. Ja. Dat vond ik erg mooi. En hij weet alles nog van die tijd. Alle namen kent hij nog, alle wedstrijden. Ja. En dat is ook iets wat je vaak wel ziet bij spelers die weggegaan zijn bij FC Utrecht. Ja. Dat ze altijd nog Utrecht in hun achterhoofd houden. Haller bijvoorbeeld ook, die heb ik ook gesproken. Hij zit nu natuurlijk bij West Ham United. En hij zei ook, van, het is een paar jaar geleden kwam ik bij Utrecht van het tweede van Auxerre. En nu speel ik in de Premier League. En hij is nog de club heel erg dankbaar dat hier is alles voor hem eigenlijk begonnen. Van twee legendes was het zeker dat ze een plek in het boek moesten krijgen. Spits Leo van Veen, die topscorer aller tijden is van FC Utrecht. En doelman Jan-Willem van Ede, die de meeste wedstrijden voor de FC achter zijn naam heeft staan. Ja, trots. Trots dat je voor deze mooie club wat hebt mogen doen en mogen betekenen. En wat dat betreft is het echt een gave of iets wat je ten deel valt en dat moet je gewoon koesteren, dat je hier, dat je als betaald voetballer of voetballer gewoon door het leven hebt mogen gaan. Ja, het is leuk, om terug te zien en wat voor gevoel, het is leuk, het is natuurlijk fijn als je terug kan kijken en je zegt van god, nou, je hebt toch wat neergezet, je hebt toch wat betekend voor de club. Ik denk dat je sowieso je hero's van het verleden moet blijven eren. Voel je dan ook een hero? Ja, dat is een beetje. Kijk, hero en zero, dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En wat is een held? Kijk, ik vind het leuk dat ik echt iets heb mogen betekenen voor de club Utrecht en voor de stad Utrecht, waar ik zelf ook geboren en getogen ben uiteindelijk. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Want de worsteman en de wasvrouw, die komen ook in het boek. Dat ja, maakt maar het dat boek is ook niet mooi. Meer dan terecht, dat is fantastisch. Ja, dat is echt hartstikke mooi dat er gewoon een boek is van alle mensen die betrokken zijn bij zo'n club in alle geledingen. Maar ja, zonder kun je gewoon niet. Ja, dat past zeker. Om een totaalbeeld te krijgen van hoe dat zich afgespeeld heeft. En hoe dat is geëvalueerd naar hoe het nu gaat. Ik ga het zeker doorbladeren, zeker de artikelen lezen. En misschien een bepaald artikel nog eens een keer lezen. Van klopt dat wel? Zit het wel goed in elkaar? Maar ja, ik ga ervan genieten, denk ik. Het wordt een mooi, luxe, stevig boek. Iets groter dan een A4'tje met 320 pagina's met verhalen, met kleurenfoto's, met een mooi leeslint, met een jubileumlogo op de omslag gedrukt. En de omslag wordt een soort voetballeerstof. Het wordt echt een heel mooi luxe boek. Ook niet te log, te groot. Je moet wel kunnen blijven lezen, vind ik. En achterin komen statistieken van alle jaren, alle wedstrijduitslagen, alle spelers die voor de club gespeeld hebben, komen allemaal naar voren. Het wordt een heel compleet, mooi naslagwerk met heel veel foto's ook, die ook mooi tot verbeelding gaan spreken. Ja, ik ben geen lezer, maar als het om zo'n boek gaat, wel. Sterker nog, de meeste verhalen heb ik al gelezen. Want ik moet ook even kijken, van, ja, staat er niet iets in van wat absoluut niet kan. Dat verhaal van die 25 gulden, dat mocht er wel in. Ja, kijk, dat was dat kon net, denk ik. Kijk, dat is een anekdote. En uiteraard heb ik dat wel met Hugo Verkleij besproken, van kan het wel, kan het niet. Nou ja, wij vonden dat kan nog net. Ja, en als de mensen dat verhaal van die 25 gulden waar jij een brede lach van op je gezicht krijgt willen weten, dan moeten ze het boek maar kopen. Zo is het. Hoe bijzonder is het dat een club 50 jaar wordt? Ja, hoe bijzonder is dat?
Er zijn clubs die het niet redden, maar het is natuurlijk een mooi getal. Abraham ga je dan zien? Ja, ja, het Abraham-bord. Ja, ja, het is mooi. Het is een moment van, ja, van herinneringen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En daarvoor is natuurlijk destijds, eind jaren 60, hebben ze besloten tot een fusie en in 1970 daarmee begonnen om het voortbestaan van een profclub in Utrecht te garanderen. Ja, en daar is dan FC Utrecht uitgeboren, 1 juli 1970. Ja, en inmiddels is het al 50 jaar, zo hard gaat het ook. Wat ik ermee ga doen? Lezen natuurlijk en doorheen bladeren en trots op zijn dat ik het heb mogen maken. Ja, en hopen dat over 50 jaar de club 100 jaar bestaat en ik nog een keer misschien zo'n boek maak op andere mensen en dan dat boek er nog eens bij pakken. Dat vind ik heel bijzonder, dat het een soort tijdsbeeld is van nu. Dat over 50 jaar de club dat nog eens terugkijkt en denkt van ja, oh ja, toen was die man burgemeester, toen was die man de worsteman, toen was dat de aanvoerder. Dat vind ik ook heel bijzonder om dat te maken.